Over jullie, jullie zitten achteraan. Dus ik zou zeggen, 4, 5 stappen naar voren toe. 5 stappen naar voren. Want het gaat allemaal over jullie. Jazeker. En daar staan ze dan. De nummers 3 en 4 en of 4 en of 3. De schuim. Oh ja. De dorstige raven. Allereerst, een groot applaus. En we gaan de merken dat uitgebreid bij stilstaan. Maar als je hier komt staan, de zon is schoon optocht. En is schoon weer. En je doet dat al 55 jaar. Je stort al met elkaar en je bent met elkaar en je feest met elkaar en je drinkt erin met elkaar. Dan is dat een heel groot applaus. En dan nu, 55 jaar bestaan. En dat is een meer dan een hele prestatie. En een club die je gewoon ziet, die er gewoon nog bij zijn met elkaar. En dat is fantastisch. En ze mogen met z'n allen komen natuurlijk. Mag ik naar voren, 55 jaar, de dorstige raven. In 75 ben ik geboren, vijfde met de wagens. In 82 overgestapt naar de grote loopgroepen. Er zijn hier heel veel mensen die zijn van maat 82. Maar toen al overgestapt naar de loopgroepen. En toen van 83 tot en met 2010, dus van 83 tot en met 2010, even een sabbatical. Even een sabbatical, moet kunnen. Ja, denk ik. Hey, en in 2011 weer erbij. Bij het 44 jaar bestaan van jullie een vierde plaats. Gisteren ook weer erbij. Hebben we ook weer stilgestaan. Keis gewoon. Altijd actief. Altijd samen. Samen overal op toe. Samen erbij zijn. En komt jullie overal tegen. En dat is ook een kansclub. En daar ben ik keihard schoon aan jullie. En toen dacht ik, hoe komen we nou aan de naam van Dorstige Raven? En toen zei ik tegen de prins, is er dan een kip ei verhaal of de kip in het ei? Want als ik dan naar jullie logo kijk, en dat hebben we, want jullie krijgen natuurlijk ook een hele mooie onderscheiding met jullie logo erop. Dus dat hebben we goed bekeken. En dat lijkt wel heel erg op de logo van de Raaf. Dus, waren jullie er voor de Raaf, en die hebben ze naar jullie genoemd, of ben jullie naar de Raaf? Dat is de keer bij de tijd, dat weet ik niet. Jullie bent wel vogels, dus dat weet ik niet. Daar kunnen we straks nog over hebben. Maar in ieder geval, een heel groot applaus, een heel groot applaus geven van 55 jaar, de Dorstige Raven! En ik heb gisteren gevraagd, we doen over 11 maanden met nog, daar gaan we nog over hebben, komt goed. Hey, en voordat we verder gaan genieten van deze prachtige dag met een prachtig weer, gaan wij om 1:30 naar de supermooie jeugdtocht kijken. En tot die tijd gezellig hier met elkaar. Dus voordat ik het woord aan de prins gegeven, wil ik hier een beetje het officiële gedeelte gaan afsluiten. Niet voordat we dadelijk